De eerste vraag is: wat vind je echt niet leuk aan onze trainer en dus ook aan jouw man? Dat ik heel boos kan worden. Ja, dat is heel boos. Dat is gemakkelijk, hè? Ja. Alleen op het veld zo. Ook thuis kan hij heel boos worden. Maar voor de rest vind ik alles leuk. Ja. Goed. Goed? Ja. Oké, ik zal mijn vraag stellen. Wat zou je kiezen als je moet kiezen tussen één FRGB Major toernooi winnen en voor de rest maximum 9e plaats halen, of nooit een toernooi winnen en elk toernooi wel top 5 eindigen? Dat is een moeilijke. Ja. Dan zou ik toch voor de tweede optie gaan. Elk toernooi top 5 eindigen. Ja. Okay. Ja. En jij? Ook. Ja. Gelukkig, anders was het al het einde. Oké, dan nu een tweede vraag. Wie vindt je de leukste babysit? Aha. Oei, oei, oei. Goh, dat is moeilijk. Als niemand anders het ziet, kan ik zeggen. Wat is je favoriete eten? In Thailand. Ja, in Thailand had ik niet zo heel veel graag eigenlijk. Maar ik begin het nu wel stil. Ik ben echt al beter geworden. Ik eet ondertussen sushi. Dat vind ik wel heel knap. Wat ik in het begin al niet had. En ik ga ook vaak naar de Tasty Bowl in Hasselt. Amai, voor Thais te gaan eten. Dat is vooruit. Ja. Kijk eens aan. Wat vind jij het vervelendste aan Bart, onze trainer? Tot nu toe moet ik zeggen dat eigenlijk alles wel oké is. Ik heb nog geen rare dingen bij. Ja, ik kan er soms wel wat opjagen, ja, maar er moet iets mis aan zijn. Katrien, weet je nog wat je zei toen voor het eerst het massagesalon binnenging? Stel die vraag maar zo nu. In Thailand. In Thailand. In welk jaar was dat? 2011. Ja, dat is juist. Ik denk dat. Wat was geen vraag? Ik denk gewoon zei van. En met happy ending, ja, Bart. Dat was het, ja. En wat gebeurde er toen, Bart? Ja, ik even groot als nu, denk ik.